Hey, vandaag heb ik weer een opgemaakt video. En sorry dat dit zo laat is, misschien omdat het is nu dinsdag. Ook gewoon mijn normale filmtijd, zeg maar. En ik film dus ook op zaterdag. En ik was het helemaal vergeten, dus zaterdag, dat ik een video moest opnemen. Sorry, ik ben ook niet de slimste. En ja, ik vergeet ook wel eens wat, weet je wel. Dus sorry dat ik dat wel ben vergeten. Maar weet je, ik film gewoon nu de opgemaakte video, dus laten we gewoon beginnen. Als eerste de douchejas. Ik heb mijn eentje opgemaakt, dus de Nivea Power Fruit Relaxed. En het lijkt dat er nog wat in zit, maar bij Nivea is het altijd zo, als het bijna op is, ja, dan komt het niet meer uit, zeg maar. En het is best wel vervelend van deze douchegel. En ja, ik zal hem zeker opnieuw kopen trouwens. En hij is echt fijn, alleen hij is op, dus ja, een van mijn favoriete douchegels is op. Dus dat is die. En dan nog een shampoo en conditioner. En trouwens, het is echt best wel weinig. Want ik wou dus ook de favoriet hier aan toevoegen. Maar ik weet ook niet hoe lang deze video's gaat doen, zeg maar. Duren. En dit is de Andelon shampoo en conditioner en met Olenka. En ik heb nu een andere shampoo. Verrassend volume van deze Andelon dus. En ik heb ook dus deze opgemaakt. Allebei zou ik echt zeker opnieuw kopen. Allebei opnieuw kopen. Dus de deodorant van Dove, de Go Fresh met komkommer en nog wat erin. Dus dat is deze. En deze vond ik echt heel erg fijn. Hij ruikt gewoon heerlijk. En ja, het is gewoon heel erg fijn. Dus die zou ik echt zeker opnieuw kopen. Sorry als ik er zo snel doorheen ga. Maar ik denk dat ik hier ook daarna de opgemaakte favoriet hier aan toevoeg. Dus sorry als het een beetje lang duurt of niet. Dan remover pads van de Hema. En deze zijn echt super fijn. Ja, ze zijn nog wel op. En ik zou ze echt zeker opnieuw kopen. Want ik heb ze dus ook in de favoriet gedaan van vorige maand dus. En maar nu zijn ze op helaas. Maar ik ga ze zeker opnieuw kopen. Ik denk morgen of zo. Dat ik mis ze nu al een beetje eigenlijk. Maar ja, ik zou ze echt zeker opnieuw kopen. En dan nog wat tandpasta. En deze zijn allebei van Aquafresh. Deze mini en deze full size. Met fresh mint. Deze had ik mee op werkweek. En 2 weken gebruikt of zo. Heel weinig. Ja, best wel veel. En deze, ja, best wel veel. En ik vind het allebei heel fijn. En deze zou ik echt zeker opnieuw kopen. En dan deze duo cotton van de Bella. Oftewel Action. En deze vond ik ook heel erg fijn. Ja, ze zijn gewoon heel erg fijn. En ik koop eigenlijk niet meer van de Action. En ja. En nu is de mand leeg. Ik doe nu hier hierna dus nog de favorieten. Want favoriet is eigenlijk ook niet zo heel veel. Dus hier doe ik daarna. Sorry als het een beetje een rare video is. Want normaal doe ik het altijd apart. Maar als het maar ja, 4 minuten duurt of zo. Dan vind ik het echt niet zo leuk om zo te uploaden. Dus sorry als het een beetje niet normaal is. Zeg maar een beetje. Dus laten we beginnen. Oké, mijn allereerste favoriet, dat is een douchegel. Deze van Dove, de Go Fresh en deze Fast Touch. En die heb ik ook een deel van opgemaakt. En ik vind deze lijn heel erg lekker. Hij is gewoon heel erg frissig en zo. En ja, ik hou gewoon van Dove de zeep en ook van deze. Maar dat is toch iets anders. En deze is gewoon heel erg fresh en zo. En ja, hij ruikt gewoon heerlijk, dus deze zou ik je echt zeker aanraden. En ja, ik koop hem, ja, hij is bijna op trouwens, dus jammer. Maar ik koop hem zeker opnieuw, volgens mij staat er nog één in de kast. Maar ja, goed, boeiend. En dan nog de reinigingsmelk van de Kruidvat. Dat is deze. En ik vind deze ook super fijn. Hij is gewoon een hele fijne reinigingsmelk. Hij maakt gewoon, ja, hij doet gewoon alles weggaan, zeg maar, met dit. En ja, hij is gewoon echt super fijn. Dus dat zou ik je echt aanraden. Oké, en dan een haarmasker. Deze van Bella, de Pro Service masker. Dit masker maakt mijn haar gewoon heel erg zacht. En het voedt mijn haar ook. En het is echt een super fijn masker ook. En ja, ik zou dit masker echt zeker aanraden. Het is wel een beetje een hoe heet het nou? Niet zo dik masker, zeg maar. Een beetje vloeibaarachtig. Dus zo ziet hij eruit. En ook hij is voor de helft of zo. En ja, en ik doe hier echt een beetje te veel van in. Dus ja, iets te veel. Maar hij is echt super fijn. Hij voedt mijn haar ook heel goed. Dus deze zou ik je zeker ook echt aan gaan raden.
Oké, en dan 3 make-up dingen. Product eigenlijk, maar als eerste Catrice Elmet Plus Foundation in de Manilti Light Beige. Hij ligt super lekkend. Hij is gewoon echt super goed. Ik kan er gewoon alles over zeggen. Ja, hij is gewoon echt super goed. En dat verwacht je eigenlijk ook gewoon niet van €6,60. En ja, en ik heb ook echt een hele goedkope Max & Mama CC Cream. Deze is van Action. Dit is nummer 0. Dit is nummer 5 trouwens. Dus als je benieuwd bent wat van. Ja, deze is gewoon heel goedkoop. En hij is 1,40. En dat is echt super goedkoop voor een foundation. En ja, deze moet je gewoon niet laten liggen in de Action, bij de Action. En ik zou je echt zeker aanraden deze. Dus ja, echt een aanrader. Alle twee trouwens hoor. Dus alle twee echt vette aanraders. En dan nog een blush van de Action. Deze heb ik deze maand eigenlijk een beetje leren kennen. Omdat ik had vroeger wel gewoon Max blushes. Maar ik dacht van, oh, allemaal rotzooi. En ja, toen ging ik dus naar de Action met mijn vriendin Noah. En toen zag ik dus deze blush. Ik swatchte hem, omdat er lag een open blush die gewoon open in de winkel lag, zeg maar. En ik dacht gewoon, oh mijn god, wat een goede pigment en zo. En ik ging dus testen en zo. En ja, en echt serieus, ik zou je echt zeggen, hij is echt super fijn. En dit is nummer 032 Rosewood. En ik had volgens mij vroeger ook altijd deze, ik weet het niet zeker, maar ja, het zal wel. En dat is deze blush. Hij is wel fel, maar ik wist het een beetje af met deze blush van Mua. Die heb ik ook al heel vaak voorbij zien komen in mijn filmpjes. Dat is deze. Dit is nummer 1, dit is Rose. En ja, hiermee doe ik het een beetje, ja, een beetje leuk blush, weet je wel. En hier, ja, ik hou van deze alle twee. En ja, dus. Ja, dit was mijn favoriete plus opgemaakt dus. En ik doe het dus een beetje bij elkaar, want favoriet is ook niet heel veel. En opgemaakt ook niet echt veel. En trouwens, ik ben mijn nummer vergeten die ik wou laten horen. Heel goed. Dit is, ik heb dit nummer heel vaak geluisterd en zo. Ook op mijn iPad, waar ik nog mee film. En ook op mijn iPhone dus. En dit is de Fangaboys to Brazil. En ik vind hem echt een superleuk nummer. En ik zal hem een beetje harder zetten, want anders hoor je niks. Denk ik. Dit is dit. En ik vind hem echt superleuk. Alleen ik zal... Nou, dit is nummer... En... Het is trouwens een WK liedje, dus I know, weet je. En dit was dus al mijn favoriete en opgemaakte producten van deze maand. En het is niet heel erg veel, dus daarom heb ik het even in twee om in één video gedaan, zeg maar. En ja, dus dit was alles dus. En ik hoop dat je dit leuk vindt. En sorry als je deze video een beetje vraag is, omdat, ja, weet je, en ik... Ja, ik ga gewoon niet korte video's maken dus. En dit was dus mijn video van vandaag dus. En ja, tot de volgende keer. En trouwens, laat je ook je vraag nog achter aan voor de Q&A die aankomt. Ik weet niet wanneer ik dat ga filmen, maar I know, het kan altijd nog. En laat ook even weten wat jij wilt zien van mij. Misschien wil ik wel wat op mijn iPhone filmen, ik weet het alleen niet, want ja... Ik weet niet. Maar als je dat wilt zien, laat achter. En ja, dus laat gewoon... Ja, dit was mijn video van vandaag dus. En ja, tot ziens weer. Doei doei!